Zoals jullie weten is het vandaag de eerste woensdag van de maand. Vandaag, zoals alle maanden, komen de dames en heren regenten op bezoek om onze inrichting te inspecteren. Jullie weten hoeveel dank je deze hoogstaande mensen verschuldigd bent. Ik verwacht dan ook dat jullie je behoorlijk zult gedragen en netjes met twee woorden zult antwoorden als je wat gevraagd wordt. Dus, Mientje de Bruin, jij zegt... Ja, mevrouw. Of jij, Maria Visser? Nee, mevrouw. Heel goed. Annetje Huismans, grap niet op je hoofd. En nu allemaal? Ja, mevrouw. Nee, mevrouw. Keurig. Mientje, Annetje, Maria, jullie drieën naar de eetzaal en zorg dat daar alles in de puntjes is. Kasten, banken, tafels, het vaatwerk, alles moet glimmen als een spiegel. Annetje! De rest gaat naar de zaal. En jakkers die naar de inspectie ook altijd. Krijgen we ook weer zo laat te eten? Oh, ik vind het veel erger dat we de hele dag moeten werken. We kunnen ook niet met jullie spelen. Nou, die heeft vandaag nog wat anders te doen. Willem Beukels, zoon van Biervliet, vindt het haringkaken uit. Laurens Jansson Koster vindt de boekendrukkunst uit. Desiderius Erasmus vindt het humanisme uit. Fijn, ik heb het. Nou komen de meren. Wil ik naar de Lemmer per schip vanaf Groningen, moet ik door het diep, kolonelsdiep. Berghumermeren en het Sneekermeer, lange weerderwielen en het Keukenmeer. Laten. Jullie, anders ik waarschuw je, mijn geduld is...
Laat je broer niet slingeren. Neemt u me niet kwalijk, mevrouw Lippens, maar de kleintjes waren alleen. De zuster was in de keuken toen hij... Hou je mond. Altijd heb je je praatje bij de hand. Zorg liever dat je klaarkomt met je werk. Ja, mevrouw. Niets deugt aan je. Nee, mevrouw. Maar, de hemelse dank, zullen we nu gauw van je... Nee, mevrouw. Wat zeg je? Ja, mevrouw. Och. Ik wou dat Lippens van was was en het zonnetje er bescheen. En dat er een grote plas was waar zij dan in verdween. Van harte welkom. Ik ben heel blij dat meneer Van Berster heeft laten overhalen om zelf een kijkje te nemen in zijn weeshuis. Oh, mijn weeshuis. De stichting dankt haar bestaan toch hoofdzakelijk aan uw grote vrijgevigheid, meneer Van Woudenberg. Het was eenvoudig mijn plicht om de stichting van mijn voorouders in stand te houden. Kom eens hier, kleintje. Geef eens een hand. Gaat er blijkbaar nog niet zo goed af. Maar kinderen, dat is toch die meneer die jullie die heerlijke chocola gestuurd heeft? Geef meneer netjes een hand. Zo. Nee, zo, hier. Vertel me nou eens even. Hoe heet jij? Hè? Ja, mevrouw. Nee, mevrouw. Wat heb je daar aan je hand? Laat eens kijken. Oh. Nogal solide. Ja, op de uiterlijke schoonheid van gebruiksvoorwerpen kunnen we hier niet letten. Nee, natuurlijk niet, dat spreekt vanzelf. Fiets op ook. Geen zorgen voor de dag van morgen. Aandoenlijk. Het is altijd een streven de kinderen een optimistische levensbeschouwing bij te brengen. Ja, natuurlijk, dat is een mooi streven, een mooie spreuk ook. Het is alleen de vraag of het opgaat voor weeskinderen. Laat u zo niet ophouden, mevrouw Lippens. Ik weet dat deze inspectie woensdag u veel drukte geeft. Ja, mevrouw, nogal. Maar alles wat met liefde gedaan wordt, voelt men eerder als een vreugde dan als een last. Kom, kinderen, wij gaan weer aan het werk. Ten slotte was ze nog de beste die we voor deze post konden vinden. Ze is een beetje antiek, maar ja. Apropos meneer Van Woudenberg, ik wil u graag iets vragen. U herinnert zich nog wel de jongen die u voor Agit hebt laten studeren. Er is nu weer zo'n geval en ik zou dat graag onder uw speciale aandacht willen brengen. Nog een architect dit op? Nee, in dit geval is het een meisje. Een meisje? Judy is geen gewoon meisje, ze is bijzonder begaafd. Daarom hebben de agenten haar ook hier gehouden en haar extra lessen laten geven. Royaal gebaar. We hebben op die manier weer een kindermeisje uitgespaard. Op die manier, royaal en praktisch. Ze maakt uitstekende opstellen en haar leraar geloven we dat er een schrijfster in haar steekt. Spaar me, alsof we niet alles genoeg zijn. Ziet ze er aardig uit? Buitengewoon aardig. Nou, daar is er toch helemaal geen sprake van. Dan komt er toch binnen een paar jaar de een of ander jongen met wie ze natuurlijk trouwde. Dat is alles voor niets geweest. Een hele slechte belegging. Zou u haar niet eens willen leren kennen? Nee, heb ik niet de minste behoefte aan. Judy, kom je niet spelen? Ga je mee spelen? Help je nog mee? Het is vandaag de laatste woensdag. Dan komen er agenten en dan moet die extra zoet zijn. Ga je mee spelen? Nee, laat me liedjes zingen. Nee, Judy moet vertellen. Judy, je moet poppetjes tekenen. Ja, dat heb ik. Ja! Hoe kan ik nou tekenen? Ik heb niets. Hier heb je wat. En ik heb geen potlood. Toch wel een potlood? O, jakkie. Dat ding zit vol suiker. Wat is dat? Ik ben je weer aan het snoepen geweest. Nou, fout jongens. Wat zal ik tekenen? Een kameel. Een olifant. Nee, zo. Een van de regenten. Ja. Ja. Goed dan. Een van de regenten. Let op. Meneer Wijkhoff, ik vind het prettig u weer eens te zien. Het genoegen is geheel aan mijn kant, hoor. Ik verheug mij altijd op deze woensdagmiddagen. Ja, al is het soms moeilijk er tussenuit te breken. Maar ja, je moet iets voor de weldadigheid over hebben. Kijk eens, is dat niet precies Wijkhoff de Bulldog? Ja! Jongens, weet je wat we doen?